Nou, ik ben Elle van de band en ik speel theater bij Theater Bloemhof. Ik haalde heel veel voldoening uit. Ik kan mezelf weer lekker uiten. Ik leer om weer lekker losser te worden, om mezelf te zijn. Ik ben Rudy van Bork en ik speel in Theateratelier Bloemhof. Nou, ik voel dat ik hier enorm aan het groeien ben als persoonlijkheid. Ik ben veel zekerder van mezelf. Ik zie het ook als een soort van werken, omdat je toch prestaties moet leveren. Geeft me wel zelfvoldoening en ook zelfverzekerdheid. Ja, wat we doen met geldschieters als ze niet over de brug komen? Onze geldschieters dan. Onze geldschieters. Nou, het is eigenlijk een zeer gemaleerde groep. Met jongeren en wat ouderen. En ook mensen van middelbare leeftijd voornamelijk eigenlijk. Dus die nog midden in het leven staan. Ik leer er best wel veel van. Louis, de pijn uit. Ja, wat ik vooral probeer is om hier met mijn emoties, dat ik die naar buiten kan brengen. Dat vind ik soms nog wel eens moeilijk. En ik merk dat het steeds beter afgaat en ik durf nou voor grote groepen te praten. Je mag je twee voeten mag je ergens bijzetten waarvan je denkt, dat vind ik belangrijk. Problemen met hulpverlening of discriminatie, pesten op de werkvloer, al dat soort thema's komen aan bod. Ben. Doordat ik zelf mijn eigen jeugd heb kunnen naspelen. Allerlei gedachten die ik erover had en die door andere mensen in me geplant werden. Dat die dan toch niet altijd zo bleken te zijn. Dus allerlei negatieve gedachten daarover die verdwenen eigenlijk. Dus daar heb ik ervoor aan gehad. Dat voel ik me een stuk vrolijk. Je kan jezelf zijn en je zit lekker in je vel. Hoe ziet dat eruit? Go. Allemaal hebben we ons eigen verhaal en dan maken we dan één verhaal van, zeg maar, en dat spelen we uit voor het publiek. Ja, ik speelde de psychiater, zeg maar, en dat ging dan over de hulpverlening, dat je niet gehoord voelt als cliënt. Ik heb het zelf aan de hand gehad, dat ik heel slecht behandeld ben en dat ze zo op je neerkeken. Dat ze dan zeggen van, jij zal nooit meer toneel kunnen spelen. En ja, voor mijn gevoel heb ik een soort wraak op ze genomen door die psychiater te spelen. Dus ze hebben toch ongelijk gehad en dat voelt wel goed. Emmy, waar sta je en waarom? Ik sta onder andere bij pesten, omdat ik mijn hele jeugd gepest ben en dat invloed heeft op je hele leven. Want nu zit het nog in mijn hoofd. Je raakt pesten nooit meer kwijt. Dan neem ik mee het graf in. Oh nee, ik ga niet in het graf. Ik ga in de oven. Eigenlijk heb ik ontdekt dat de mensen eigenlijk heel veel op elkaar lijken. Wat voor soort mensen je ook tegenkomen. Ze hebben allemaal dezelfde dromen en dezelfde frustraties. Groeien tot volwassenheid.